Problemen voor de vissers in Stellendam. De haven is dichtgeslipt, waardoor de plaatselijke vissersvloot de vangst niet aan wal kan brengen en moet uitwijken naar Scheveningen. Volgens de Visserijvereniging Zuidwest-Nederland een slechte zaak, omdat daardoor bijvoorbeeld ook sorteerders geen werk hebben. Het havenbedrijf Rotterdam zet momenteel extra baggerschepen in om de vaargeul uit te diepen. Die is onverwacht snel dichtgeslipt door extra aanvoer van zand en slip door de grote rivieren. Klamboe tegen malaria. Zo heet de actie van de stichting Malaria No More, die vandaag in Rotterdam wordt gehouden. Over diverse beelden in de stad worden klamboes gehangen. Op 25 april moet de actie eindigen met de grootste klamboe ooit over de Euromast. Ja, het is belangrijk om aandacht voor malaria te vragen, omdat er heel veel mensen aan dood gaan, ziek van worden. Terwijl er oplossing nabij is. Er is een oplossing voor mensen onder klamboes, goede medicatie. En dan kan je malaria uitroeien. Iedere 45 seconden sterft er nu nog een kind aan de gevolgen van malaria. De transportsector heeft zich het afgelopen jaar weer wat hersteld van de economische crisis. Dat blijkt uit cijfers van Transport en Logistiek Nederland. Maar de sector is nog niet terug op het niveau van voor de crisis. Transporteurs gaan er wel van uit dat het economisch herstel dit jaar verder doorzet. Ja, vandaag is het somber en grijs met nu en dan regen helaas. Temperaturen aan de hoge kant hoor, zo'n 10, 11 graden zelfs plaatselijk. En dat bij een meest matige wind uit richtingen tussen zuidwest en west.